1 Koningen hoofdstuk 17, vers 7, gaan we beginnen om te lezen. Wacht even. Ja, het gaat eigenlijk niet daarover. Ik begin vers 1. Vers 1, ja. 1 Koningen 17. Ik heb verkeerde hoofdstuk, verkeerde teksten gekozen, zie ik. Toen zei de Tisbiet, Elia, een van de boeken die mij in mijn jongelingsjaren zeer hebben getroffen, was een biografie van Elia. En het heette zo, de Tisbiet, Elia. Het is goed om te lezen over zulke mannen Gods, zulke beroemdheden, zoals Elia geweest is. Uit Tisbe in Gilead. Hij zei tot Agab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. Hij stond in de dienst, niet van de Maranatha-kerk, maar van de Heere, de God van Israël. Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij op mijn woord. Er zal geen dauw of regen zijn, tenzij op mijn woord. En dan ga ik ook nog lezen in Jacobus, James, hoofdstuk 5. Dat is achter in de Bijbel. Na Hebreeën heb je James, hoofdstuk 5. Ik begin bij vers 12. Vers 12. Is goed om ook de Bijbel te lezen met elkaar. En daar staat: maar vooral mijn broeders. In de NBV, ook mijn zusters. Zweert niet. Nog bij de hemel. Nog bij de aarde. Nog welke andere eet ook. Laat ja bij u ja zijn en nee, nee. Opdat gij niet onder het oordeel valt. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Amen. Drie mensen bidden. Laat hij bidden. Amen. Is er iemand bij u te moede? Is iemand blij te moeden, blij te moeden? Laat hij lof zingen. Is er iemand ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken. Hier geeft de Heere een belangrijke plaats aan de oudsten. Heel belangrijk. Laat hij dan, als iemand ziek is, laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat ze over hem een gebed uitspreken. Wat voor gebed? Een gelovig gebed. En hem met olie salven, in de naam van de Heere. En dan staat er, en het gelovige gebed zal de leider gezond maken. En de Heere zal hem oprichten. Zie je? Gaat hem oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Is dat niet mooi geloven wat hier staat? En bid voor elkaar. Ik heb vanmiddag na de dienst een bidleider naar me geroepen. Dat is zuster De Rijp. Ik kreeg van haar e-mails over gebedszaken. En ik heb haar een gebedslast gegeven. Die ze de bidders vanavond moet doorgeven. Zie je, staat hier
bid voor elkander. Staat er. Beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Opdat gij genezing ontvangt. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Niet weinig, maar veel. Doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij. Daar gaat het mee om vanmiddag. En hij bad een gebed. Dat het niet regenen zou. 1 Koningen 17 vers 1. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw. Na ongeveer 2 jaar, 3 jaar begon hij weer te bidden. Hij bad opnieuw. En de Heer gaf regen. En de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Dank u, Jezus. Dat is toch mooi wat daar staat. Het gaat mij vanmiddag om Elia, was een mens zoals wij. En ik ga misschien mijn preek onderbreken voor gebed. En dan weer verder prediken, na gebed. En het gaat erom, Elia was een mens zoals wij. En wij weten hoe wij zijn. Niemand hoeft je te vertellen hoe je bent. We kennen onze onvolkomenheden. We kennen onze zwakheden. We kennen ook onze sterke kanten. We weten alles van onszelf. Als er staat, Elia was een mens zoals wij. Dat wil zeggen, niemand kan zich boven een ander gaan stellen. Zoals wij. Ik ben een mens zoals u. Dat ik hierboven sta. Niet dat ik hoger dan u ben. Maar dan kan ik u beter zien. Laat niemand denken, als je hier staat, ben je boven de ander. Nee, de Bijbel zegt, Elia was een mens zoals wij. Ja. Maar Elia had een sterke punt. En dat was het bidden. Hij bad het woord. Want wat hij bad, was daar eerder in de Pentateuch geprofeteerd door Mozes. Als het volk afgoderij pleegt of iets doet, dan gaat de regen ophouden. Dus Elia, die kent het woord. En men denkt, het was zijn gebed. Maar het woord. We moeten het woord bidden. Als wij weinig hebben te bidden, zijn er 2 manieren voor ons om toch te bidden, blijven bidden. Ten eerste door een nieuwe tongen te bidden. Dan bid je wat de geest Gods door je bidt. In geheimenissen tot God. Of je bidt het woord. Daarom heb ik geleerd om te bidden met een open Bijbel. En dan kan ik het woord bidden. Dat ik heb gelezen. Enzovoort. Dan kan je zien hoe de Heilige Geest dat woord gebruikt. Op een krachtige wijze. Zoals hij het nu ook gebruikte bij Elia. Hij bad een gebed. Dat het niet regent zou hij. Hij zei, tenzij op mijn woord. En daarmee nam hij de autoriteit. Hij ging het woord beleiden. Hij zegt, ik bid dit gebed. Het was een legaal gebed. Maar de mensen waren Baal dienaars geworden. Dus in plaats van die Baal aan te vallen, ging hij bidden, Heere, laat niet meer regenen. En hij ging naar die mensen toe.
En ik ging niet zeggen, heren, ik heb gezegd. Hij zei aan die mensen, Agab, de Heer heeft mij gezegd. Het gaat niet meer regenen. Hij zei aan die man gewoon weg als autoriteit. Het gaat niet meer regenen. Is dat niet hoe lang het niet gaat regenen? Want dan kan je denken, ja, ik ga dat doen na zoveel maanden. Nee, tenzij op mijn woord. Dus deze man was niet alleen maar een man van gebed. Hij was ook een man van geloof. Ja. Gebed en geloof gaan samen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Anders ga je niets van de Heere ontvangen, als je twijfelt. Waarom kon die man zo bidden en geloven? Omdat hij wist wie zijn God was. Hij hield zich aan één van de dingen voor een overwinnend christen. Ken uw God. Dan de Heere wilde weten, toen hij op aarde was, of de mensen hun Heere kenden. Hij nam het examen af. En zijn geslaagd. En zijn examenvraag was deze. Hij had maar één vraag aan ze te stellen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Met andere woorden, kennen de mensen mij wel? Ken uw God. En een van ze zei, gij zij de Christus. Gij zij de Messias. Gij zij de gezalfde. Want Christus gezalfde, Messias gezalfde. De zoon van de levende God. Het is van belang dat wij weten wie wij dienen. Dat gaat ons sterk maken. Als wij bekend zijn met onze God, die wij aanbidden, als wij iemand loven en prijzen, is van belang dat u weet wie u looft en prijst. Sommigen weten het niet. Dus als ze prijzen, prijzen zij zichzelf. Weer anderen prijzen de Maranatha-kerk. Weer anderen prijzen zeggen, oh wat een mooie tekening daar. Prijs de Heer. Maar als je de Heer prijs uw God. Ken hem. Dus Elia kende zijn God. Hij sprak een woord van geloof. Moet je kunnen. Vooral in Nederland. Waar het bijna altijd regent. Zelfs in de zomer regent het. Is volgens mij een van de weinige landen in de wereld waar het ook regent in de zomer. Als je gaat naar de Sahara, daar regent het niet. Daar kan je bidden om regen tot je ons weegt. Maar Elia sprak een gebed van geloof, want het regende. Heel veel. Hij zei, mensen, je hebt een regen nodig voor alle gewassen, voor alles, maar het gaat niet meer regenen. Punt uit. Tenzij op mijn woord. Dat is een woord van geloof, sprak hij uit. Het waren woorden van liefde. Omdat de mensen ogen open zouden gaan. God laat soms dingen in ons leven toe. Opdat onze ogen open gaan. Dat wij goed gaan zien. Ik zeg het vaak, heb ik in de kerk ook gezegd. God weet hoe hij mij in de spoor houdt. Dan gebeuren nare dingen in mijn leven. Dan krijg ik zware strijd. Dan houdt God mij in de spoor. Dan word ik wakker. Het volk sliep. Ze dienden de Baal. En zomaar als ze een zware strijd hebben,
zeggen ze de duivel. Maar luister, die heeft de duivel overwonnen en de Heer is met ons al daar van ons leven. Als wij zwaarheid hebben, het is niet de duivel. We hebben de spoor van God verlaten. Want God is met ons. Al de dagen van ons leven, tot aan de volleinding der wereld is Hij met ons. Maar wij zijn zo makkelijk, in plaats van onszelf te onderzoeken, gaan wij de duivel de schuld geven. Dat is toch makkelijk? En dan gaan we zielig doen bij de Heer. Duivel, mij aan, Heer, help me. Jippie me, jippie me, jippie me. Jippie me is help mij, voor hen die geen Surinaams verstaan. Oké. Elia's gebed was een gebed van liefde. Opdat de mensen zullen zien. God laat soms dingen toe in ons leven. Hij staat toe. Hij doet het niet. Hij staat toe. Opdat onze ogen open zullen gaan. Oké. Ik zei al, deze man was een man van geloof. Van geloof. Een man van gebed. Een man die wist hoe hij bij God kon overwinnen. Want zonder gebed kunnen wij niet bij God overwinnen. Ja. Je kan niet een gebedsloos leven leiden en van de Heer overwinning verwachten. Elia was een overwinnaar. Jozua een overwinnaar. Van Jozua wordt gezegd, hij was overwinnend. Hij was overwinnaar door geloof. Ik heb zijn biografie gelezen van Jozua. Victorious by faith. Overwinnend door geloof. Was ook een man van gebed. En doordat wij bidden, tonen wij ons geloof in God. Als je niet in God gelooft, ga je niet bidden. Ten tweede, je toont je afhankelijkheid aan God. Want door te bidden zeg je, Heere, ik kan het zelf niet. Ik heb u nodig. O, zo nodig. En ieder kind van God kent die momenten in het leven waar je bidt, o Heere, ik heb u nodig, Heere. Ik red het niet, Heere. Ik heb u nodig, Heere. Zodra je dat zegt tot de Heer, dan bid je tot de Heere. Dan roep je zijn naam aan. Moet ik een derde punt dat in me opkomt ook aanhalen over het gebed? Het gebed laat je een vriend van God zijn. Je hebt daardoor een relatie tot God. Want als je bidt, dan ga je niet de zonde vasthouden en bidden. Dat ding werkt niet. Je zal de zonde opgeven. Je zal je onreine gedachten opgeven. Je zal je onrein kijken opgeven. Als je tot God bidt. Bidden bevordert de heiligheid naar God. Een gebedsloos leven opent de deur naar de zonde en de ongerechtigheden. Daarom Elia. Is een groot voorbeeld voor ons. Zijn gebed bracht hemelse krachten in beweging. Iemand heeft ooit gezegd, ik ken die man zijn naam niet. Was al voorganger van de gemeente. En hij zei, Satan beeft als hij de zwakste heilige op de knieën ziet. Want gebed is de grootste kracht op aarde. Door het gebed van Elia kwam Karmel. Met die 450 profeten van Baal. En dan die 400 profeten van de Assyrië. Ja. Van die godin. 850.
afgodendienaars, afgodenleiders. In sommige talen zeggen ze, Antillianen zeggen broa. Antillianen, dat klopt hè? Ja. Surinamers zeggen bonumangs. Moet je nagaan, je staat over 850 bonumangs. Is wegrennen. Maar niet Elia. Elia geloofde zijn God. Dat was de kracht. Wat er was in deze man. En zijn gebed zou de loop der tijden, omstandigheden, veranderen. Er zou een nieuwe tijdperk voor Israël aanbreken. Ieder nieuw seizoen, iedere nieuwe tijdperk begint met gebed, met een gebedsleven. Een gebed in geloof. Daarom is het getuigenis van Jacobus, James, Jacobus. Zo belangrijk. Ik weet niet of het echt een naam was. We hebben het vertaald in James, in Jacobus, in Jack. Jack. James. Maar een keer hij zijn echte naam opzoeken, hoe hij werkelijk heette. Hij heette James, maar het is vertaald door ons. Ja. En Jacobus die zei, luister mensen. Mensen van mijn tijd. En de hele gemeente was erbij. Hij wil die mensen leren, mensen, je moet in geloof gaan stappen. En hij zei, Elia was een mens zoals wij. Mensen halen hun voorgangers op een voetstuk. Want een voorganger is een mens zoals jij. Een voorganger eet ook bij McDonald's. Mensen denken soms van een voorganger anders. Met jouw goedvinden, broeder Hans, ga ik een praktisch voorbeeld in jouw naam vertellen. Ik kom aan bij Victoria Outreach in die kleine auto van mijn vrouw. En ik stopte voor de deur, want ik was zo trots dat ik zo'n kleine auto mocht rijden. En ik wuifde voor ze. En een voorganger uit Deventer stond met broeder Hans en broeder Astrando te praten. En ik wuifde voor ze. Alleen die voorganger uit Deventer, die wuifde terug voor mij. Dag! Hij herkende mij. Ik kwam terug naar die kerk. Ik heb auto geparkeerd. Ik naar broeder Hans en broeder Astrando. Waarom groeten jullie me niet? Heb ik iets? Oh, was u het? In zo'n kleine auto, was u het? Zie je het beeld dat mensen van voorgangers hebben? Maar een voorganger is een mens zoals jij. Elia, zo'n grote man Gods, die grote wonderen gedaan heeft. Die een heel volk dat in keer gebracht heeft. Een revival van je welste. Die 850 Baalpriesters aankon. Die bad en er kwam vuur uit de hemel. Zegt de Bijbel. Hij was een mens zoals wij. Met onze gebreken. Met onze streken. Met onze tekortkomingen. Met onze sterke punten. Met onze zwakke punten. Hij was een mens zoals wij. En Jacobus vond het nodig om de gemeente zo op te bouwen. Dat de gemeente niet min over zich gaat denken in gebed. Hij was zeggen, als Elia dat kan, een mens zoals wij, kunnen jullie het ook. Dat wou hij zeggen. Ja. En hij maakte gebruik van de kracht van het geloof. Oké. Het is bijzonder. Het is heel bijzonder voor ons.
Als we dit allemaal gaan beseffen, dan gaan we beseffen welke waarde er uitgaat van ons gebed. En natuurlijk willen voorgangers die een complex hebben. Ja. Of die min van zichzelf denken door mensen geëerd worden. Hoeveel lopen rond die uitkijken naar eer van mensen, erkenning van mensen. Maar als je God kent en je kent jezelf, heb je dat niet nodig. Je bent blij met de goedkeuring van je God. Geef een applaus aan Jezus. Amen. Ik heb nog heel veel te vertellen, maar ga dat niet doen. Ik ga over een paar minuten ga ik eindigen met deze toespraak. Want het is genoeg dat de gelovigen weten hoe belangrijk het is om niet te verwaarlozen het bidden. Niet te verwaarlozen het bidden. Niet te verwaarlozen het bidden. Bij ernst maken. Ernst meemaken. En die denken bij alles kunnen, we hebben God niet nodig, we hebben God nodig. Als er een tijd was dat we God nodig hebben, is het juist nu. Naarmate de zonde om ons heen toeneemt in deze wereld. En naarmate er meer ellendige dingen plaatsvinden. Meer moorden plaatsvinden in de stad waar we wonen. En noem maar op, moeten we juist gaan bidden. Dank u Jezus. Gaat u maar zitten. Want het gebruik maken van het geloof in het gebed. Van het geloof in het gebed. Zie, het bidden mag geen traditie zijn. Maar sommige mensen bidden 3 keer per dag. Bij het eten. Heere, zegen deze spijzen en dranken. Amen. Dat is het gebed. En als ze ergens in een restaurant zitten, zitten mensen op hun heen en bidden ze ook. Mensen mogen niet zien dat ze bidden. Ja? Anderen die willen graag bidden, gaan naar de wc om te bidden. Dat mensen het niet zien. 3 keer per dag. Heere, zegen deze spijzen en dranken. Amen. Sommigen zeggen het zo snel dat ze halfwege het eten zich afvragen, heb ik wel gebeden? Heb je dat nooit gemerkt? Je eet, denk je bij jezelf, heb ik wel gebeden? En de mensen die vroom zijn, de vrome bidden, de vrome mensen, die bidden ook 's avonds voor ze gaan slapen. Met onze Vader in 2 seconden. Maar het gaat mij niet om. Het gaat niet om die mooie woorden die wij aan God zeggen. Die indruk maken op andere mensen. Dat ze zien hoe geweldig we bidden. Het gaat om het hartsgebed. Elia bad een eenvoudig gebed. Het gaat niet regenen. Dat was zijn gebed. Het gaat niet regenen. Oké? Okay? Dat is alles. Hij bad het. O God, ik bid in geloof dat het niet gaat regenen. En hij bad het woord. En het regende niet 3 jaren en 6 maanden. Mozes bad ook. Hij zijn hand omhoog. En door het uitspreken van een woord ging de Rode Zee open. Deze mannen noemen wij grote mannen Gods. Maar u weet inmiddels dat grote mannen Gods niet bestaan. Die bestaan niet, echt niet. Als je denkt dat de hemel vol is met grote mannen Gods, dan ga je ver zoeken. Dan moet je een ticket vragen naar de hel, dan ga je ze misschien zien. Maar er zijn mannen die geloof hebben in een grote God. Vrouwen, jongens, meisjes, die geloof hebben in een grote God. En deze mannen overwonnen, maar ze geloof hadden in een grote God. Geen groot geloof. En de Heer heeft altijd dat soort geloof bewonderd. Maar geloof in een grote God.
Zie, de Heer had altijd bewondering voor mensen met geloof. Altijd. Wat gelooft u voor? Waar gelooft u in? Vanmorgen kwam ik in de samenkomst. En zus die daar ergens zit, kwam naar me toe. En vertelde hoe God haar instantelijk genezen had. Van iets heel ernstigs. En ze begon, de Heer is mijn beschermer. Hij is met mij, hij enzovoort, haalt ze aan. En toen vertelde ze me. En ik riep de Heer aan en ik was ogenblikkelijk genezen, zegt ze. Zie je? Is geloof in een grote God. Daarom iedereen moet durven te geloven in iets. Waar gaat uw geloof naar uit? Wat verlangt u van de Heere? Breng dat in gebed. En twijfel niet. En twijfel niet betekent bij bidden, heel simpel. Ja, twijfel toch niet, misschien twijfel, nee. Twijfel niet betekent heel simpel, vol overtuiging, uitkijken naar het antwoord. Ja, dat is de definitie die ik aangeef. Is vol overtuiging uitkijken naar het antwoord. Want als je twijfelt, kijk je niet uit naar het antwoord. Je bidt om het bidden. Want ik moet bidden, misschien helpt het. Maar geen twijfel, ik bid. Halleluja, en je, misschien moet je heel lang bidden, misschien moet je heel lang danken. Maar je dankt en je bidt, want je kijkt uit naar het antwoord. Dank u, Jezus. Daarom is het goed om te weten wat geloof is. Geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en bewijs der dingen die men niet ziet. En zo goed zijn als gelovigen. Het woord zegt gelovigen. Sommigen zeggen voor alle zekerheid christenen. Anders zeggen gelovigen, maar als je gelovigen zegt, dan moet het ook echt gelovigen zijn. Ja? Want geloof is een zekerheid der dingen die men hoopt. En bewijst der dingen die men niet ziet. Durven wij wel te geloven in wat wij graag zouden willen zien? Als we de Heer aanroepen in gebed, zijn we van overtuiging bij of is onze gedachte weg? Zijn wij bewust van, voor een bidden? Daarom gebed is krachtiger als je iets hebt wat je verlangt. Dat maakt het gebed krachtiger. Iets wat je wil hebben. Krachtiger. En omstandigheden kunnen je helpen. Om krachtig te bidden. Omstandigheden kunnen je helpen. Zijn een hulp voor ons gebed. Omstandigheden, nare omstandigheden, zijn een krachtige hulp voor ons gebedsleven. Want wij gaan bidden en de Heere aanroepen en de Heere prijzen en de Heere danken, tot wij het antwoord gezien hebben. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is geloof. Daarom geloof wordt in één woord genoemd zekerheid. Geloof is een zekerheid. Wordt tweede zin, wordt geloof genoemd een bewijs. Dus ik zie het niet, maar door mijn geloof is het bewijs geleverd. Dat is krachtig. Dat is wat die zuster mij vertelde. Eén moment was wanhopig. Wie gaat het horen, wie gaat het zien in haar ellende? En ze wist, de Heer is met mij. Ze bad het gebed. En meteen was ze genezen. God is niet veranderd. God is dezelfde. God is dezelfde. Ik kom soms mensen tegen die erg ziek zijn. Heel erg. Maar ik geef het niet op. Ik blijf geloven. Dat God ze aanraakt.
Dank u, Jezus. Want geloof is een zekerheid. Geloof is een bewijs. En als ik het kan, kunnen wij allemaal het. Want Elia was een mens zoals wij. Dank u, Jezus. Als kinderen Gods op straat gaan en gaan getuigen van de Heer. Je weet, mensen zijn zo doodgepredigd. Of moet iemand die zegt, ik ben ziek, op straat, bid voor die persoon. Bid voor genezing van die persoon. In geloof. Amen. Dat is praktisch evangelisatie. Bid op straat voor die persoon. Voor genezing. Ja. Als je buurman je vertelt, mijn vrouw is naar het ziekenhuis, is opgenomen. Zeg, buurman, zal ik voor je bidden, voor je vrouw, voor genezing? Bid voor die persoon. Dat is geloof. In een grote God. Ik ga eerst een hele preek houden van Genesis tot Openbaring. Bid voor die persoon in de naam van Jezus. Dat is praktisch. Elia, een mens zoals wij. Oké. Dus wij moeten gaan leren om te aanvaarden en te geloven wat God gezegd heeft, dat het waar is. En maakt niet uit waarmee u zit. Er is meer geloof nodig van kinderen God. Heer, breng een ommekeer in mijn situatie. En natuurlijk doet de Heer dat zoals hij wil. Maar het komt. En je bent er tevreden mee. Dat is het mooie. Misschien wil je iets anders hebben opgelost. Heer, los het zo op. U zegt, ik ben tevreden mee. Je gaat zeggen, oh Heer, dit had ik niet verwacht. Dit klopt niet, Heer. Dit is niet erg. Nee, je gaat er blij mee zijn. Het wordt tijd dat kinderen Gods meer geloof in actie brengen, zoals Elia in zijn nood was, met al die afgoderij om hem heen. Want het volk van Israël was in diepe afgoderij verzonken. Diepe afgoderij verzonken. Is ongelooflijk. En Elia kreeg het woord van de Heer. Het gaat niet regenen. En dat bracht de volk tot omkeer. En toen hij daar geconfronteerd stond met al die Baal-priesters en die andere Asaria-priesters. Toen zei hij, volk, kies heden aan welke kant je staat. Die God die met vuur antwoordt, die is God. En het volk zei ja. Kom een heel verband nu. Zie je? Die God die wij geloven zal gepaard gaan met tekenen. Dan staat in Marcus 16, er zullen tekenen zijn. Hij ging heen, zij gingen heen en hij bevestigde het woord met tekenen. Ja? We moeten meer geloof brengen in ons hart. Geloof lijkt zo moeilijk. Maar geloof is God nemen op zijn woord. We kunnen geloof voor alle dingen wat we kunnen opbrengen. Ja. Een zuster zal ons vandaag meenemen om spaghetti-ijs te gaan eten. Dat is lekkere ijs. Heb ik in Aken gekocht. Maar zijn adres hier in Nederland waar ze hebben, zal ons meenemen vanmiddag. Alleen maar die uitspraak, ik neem je mee om spaghetti-ijs te eten, is al binnen. Zo werkt geloof of niet? Is al binnen. Ik ga niet twijfelen. Oh, misschien is het een ander soort ijs. Misschien is het Colombiaanse ijs. Nee, spaghetti-ijs is heerlijk. En toen ze dat gezegd had, was de buit al binnen. Dat is geloof. Ik zag het nog niet. Ik heb het nog niet gegeten. En helaas, vandaag kan ik niet. Want een echtpaar heeft mijn vrouw ik uitgenodigd om bij Flesje te Hotel met hen te gaan dineren. En ik ga een flink hap vlees eten.
Maar goed, ik krijg die spaghetti-ijs. De buit is binnen. Dat is geloof. Je ziet het nog niet. Maar je hebt de zekerheid. Ik kreeg een e-mail. Voorganger, ik kan zondag niet zijn. Maar ik stuur 2 flessen gemberbier voor u. Zondag. Vandaag dus. Wat zei ik? Dank u, Jezus. De buit is binnen. Ik had nog niets gezien. Nog geen gember gezien. Nog niets gezien. Maar de buit was binnen. Die gember was er. Oh, gember. Gingerbiri. Biri, biri. Is binnen. En vanmorgen kwam een broeder naar me toe lopen met een tas. Aha, daar komt hij. Maar die buit was binnen het moment dat ze zei, ik stuur voor u 2 flessen gemberbier. Ja, dat is geloof. En men denkt dat geloof ingewikkelder is. Oh, je moet geloven, je moet kruipen. Je moet kruipen, je moet dat, je moet je helemaal heiligen. Je moet dit doen, je mag geen enkel fout hebben. Je moet met mensen praten, want mensen kunnen dingen tegen je zeggen. Want je hebt geloof, je hebt geloof. Je hebt... Nee, geloof is God nemen op zijn woord. Amen. Daarom noemt de Bijbel geloof een zekerheid. En geloof een bewijs. En kinderen, God is tijd voor ons. En zal veel vaker over zulke dingen spreken. Tot iedereen in het spoor is. Van gebed en geloof. Want bidden is erg belangrijk. Voor onze toekomst. En juist in deze tijd. Hebben wij dat ook zo nodig. Door Gods genade en liefde. En ik eindig met die woorden waarmee ik begonnen ben. Elia was een mens zoals wij. Geef een applaus aan de Heer. APPLAUS